Buurvrouw. Buurvrouw. Buur. Wat doe je hier? Maar buurvrouw, even serieus. Nou, trek je report naar Bagano. Dit is ongelooflijk. Alla CPM de idee. Het kan niet, het kan niet. Iets klopt niet. Maar wat doe je hier? Hé, hey, buurvrouw. Ja, ik zie niet wat ik hier doe. Mm-hmm. Het is eigenlijk voor de posten van je mama, die een kans. Je weet dat ik altijd een steentje wil bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname, toch? Hoe bedoel je? In een van Baggerproject. Oh ja, de maritieme autoriteit Suriname is bezig met baggeren. Ze gaan de vaargeul in de Suriname rivier dieper maken, zodat de grotere schepen de rivier op kunnen, verder de rivier op kunnen varen. Het is echt een geweldig project. Nee, mevrouw, sowieso een baggerenboom. Omdat het is belangrijk dat onze rivier dieper wordt. Mm-hmm. Want dan komen er meerdere grotere boombiggieschip kan komen in zee. En dat wil zeggen dat er meerdere goederen geïmporteerd kunnen worden. Ja, en dat de goederen dat die ook omhoog op boomkopo. Klopt. Begrijp je het? Dus dit is een heel belangrijk project. En weet je wat ook gaat komen? Cruise. De cruise. Is dat, ken je die cruise schepen? Ja. Loveboat naar de wanati. Nou ja, die man kon zo lang aan de man bagger. Ja. Als ze hier komen. Klopt. Is alleen maar de vieze buurvrouw. Klopt helemaal. De vieze, no? Klopt helemaal. En men zegt ook dat die grote schepen ook gas zouden kunnen invoeren, zodat EBS ontlast kan worden. Dus elektriciteit kan ook goedkoper worden. En dat is echt goed. Ja. Ja. Nee, buurvrouw. Eigenlijk noem hoe dit. Zij het ook ja zo. Ik ben sabig ba. Ja, ba ja. Ik zei zo, ik ben sabig ba. Dus ik kon leg me uit zang. Oké, maar dan, wanneer zijn ze klaar met het project? Dat project is ongeveer, ik moet kijken hoe sterk ik op de hoogte ben. Is ongeveer, ze gaan ongeveer 11 maanden bezig zijn. Oh. Toch met het baggeren. Ja, dus 1 september 2023. Dat is ik ba. Dat was je ding, loveboat. Mina de loveboat ben wacht hier. Buurvrouw, zei ik in het za. Nu de, mina wat ten fi. Ik heb geen tijd, ik heb een beetje. Maar waar ga je zo met de schop en een emmer? Mooi, buurvrouw, zei ik in het za. Ik ga mijn bijdrage leveren, want if mina go, kan de rivier dicht slippen. En mina wana sa natuur, want anders kunnen er geen schepen door. Dus er moeten constant schepen doorgaan voor de economie van Suriname. Dus bolu shuja. Met een schop en een emmer?